Wat aan de geschiedenis van Aland vrij bijzonder is, dat het een, zoals hier al staat, een soort onafhankelijk mini-staatje is geweest. Volgende sheet graag. Waar laten we de geschiedenis beginnen? Nou, ik heb hem hier maar echt besloten om vandaag te beginnen in 1396. Dat was een tijd van veel strijd tussen Holland en Friesland. Holland was in die tijd, de Hollandse graven waren in die tijd de graven van het geslacht van Beieren. En de graaf die wilde graag Friesland veroveren, of in ieder geval alle delen van Friesland veroveren. Is niet gelukt. Hij werd goed ontvangen in wat toen nog Ameland was. Ja, dat moet je niet helemaal meer vergelijken met tegenwoordig natuurlijk. Het eiland was nog verder naar het westen van tegenwoordig. Was per saldo kleiner. Nee, natuurlijk. Het westen was wat groter dan tegenwoordig. In het oosten was het wat kleiner. Per saldo was wat kleiner geweest. Bovendien waren het bijna twee eilanden. Dus tussen ongeveer halverwege Ballum en Nes was een hele grote slenk. Die het eiland bijna tot twee eilanden maakte. Maar volgens, er zijn dus geschriften waaruit blijkt dat het in ieder geval toen werd erkend door graaf Albrecht, die natuurlijk wel een bezit wilde hebben, maar toch een zekere vrijheid nog aan de Amelanders gunde. Hij heeft het alleen gegeven aan de graaf van Egmond, twee jaar later. En die graven van Egmond schijnen eigenlijk nooit zich bekommerd te hebben over het bezit van Ameland. Ze schijnen het hele, naar alle waarschijnlijkheid, hebben zich niet over bekommerd en lieten ze alles maar hun gang gaan. En toen ze op een gegeven moment, een paar generaties later, gebruik wilden maken van Ameland om daar op een of andere manier geld aan te verdienen. Toen bleek er een andere familie te zijn die zich heer van Ameland noemde. En die de touwtjes stevig in handen hadden. Het oostelijk deel van het eiland was waarschijnlijk, of vrijwel zeker, in eigendom van een klooster, het klooster van Fossert. Dus het gedeelte ten oosten, waarschijnlijk het gedeelte ten oosten van die slenk tussen Ballum en Nes. De bekende familie natuurlijk waar ik het over heb, die kennen die waarschijnlijk allemaal wel, dus de familie Kamminga. Die dus de facto leiders van Ameland waren. Waar ze precies vandaan komen, is mij ook niet helemaal duidelijk. Ik ben het waarschijnlijk ook niemand helemaal duidelijk. Waarschijnlijk was dat niet de oorspronkelijke familie, of vrijwel zeker was dat niet de oorspronkelijke familienaam. Zoals hier staat, zeker rond 1429 zou zeker Hitske Jeldersma, als je al hier van Ameland hebt kunnen noemen, waarschijnlijk niet het toestemming van de graaf van Egmond, maar die was blijkbaar heel ver weg en die opzette waarschijnlijk te weinig van aan. Het beroemde steenhuisje in Ballum, wat helaas niet meer bestaat, dat moet nog steeds die tijd gebouwd zijn. Op een gegeven moment is er iemand van die familie, met een zekere Kamminga, terwijl op een gegeven moment hebben ze dan die achternaam aangenomen. Verder was in die tijd niet onduidelijk als je trouwde met een rijke weduwe of met een dochter van een familie die maar één dochter had, dat je die familienaam overnam. En waarschijnlijk is dat hier ook gebeurd. En toen waren er dus Kamminga's die op een of andere manier het eiland in handen hadden, althans het westelijke gedeelte. En dat is niet onder het klooster. Hier is hier 1527, dan zijn we toch al een paar generaties verder. Toen pas schijnen er dus de eerste graven van Egmond hebben daadwerkelijk geprobeerd het eiland terug te krijgen. Maar het is ze uiteraard niet gelukt. En er zijn heel wat processen geweest, wat in 1697 kwam. Oké, volgende. We komen natuurlijk op een wat woelige periode, niet alleen voor Ameland, maar voor alles wat we tegenwoordig Nederland noemen. Op een gegeven
gegeven moment was er niet alleen maar meer katholieken, maar kwamen er ook protestanten. Dat verhaal kennen we natuurlijk allemaal. Dus het is hier op Ameland ook gebeurd. Overal netjes natuurlijk, overal is dat gebeurd, maar overal net een klein beetje anders. Hier staat dat het zo moeilijk ongeveer begonnen zijn. We weten allemaal dat het oostelijke deel van Ameland nog steeds vanuit de meeste katholieken wonen. En dat we op het westelijke deel natuurlijk veel doodsgezinden en hervormden wonen. En dat moet toen ook ongeveer begonnen zijn. En of het eiland nou, een eigendom had, zoals ik net bekommerd heb, was natuurlijk enerzijds of van de klooster of van de Kaminka's, ook al werd hun bezit dan natuurlijk omstreden. Volgende. Ik zal u niet vermoeien om dit allemaal te gaan voorlezen, dus ik neem het maar even rustig in op. En ik ook even iets ophalen. Ik zal zo een paar toelichtingen aan toevoegen. Een uitdaging aan leden van uw vereniging is om eens een keer hier een artikel over te schrijven op uw website of in dit, blijkbaar niet in een website, omdat u ook zo'n blaadje heeft. Hier is een woelige periode, daar heb ik zo eens een keer een kort artikel over geschreven moeten worden. Ik citeer hier even wat ik heb gehaald uit een boek over de watergeuzen. Een van de beste, echt wel een van de beste werken die daarover is verschenen. 1568 is natuurlijk het begin van de 80-jarige oorlog, van de opstand van de Nederlanden tegen de Spanjaarden. En de watergeuzen waren dus mensen die waren onteigend door de hertog van Alva, dus de vertegenwoordiger van de koning van Spanje in Nederland. En die vochten dus tegen de Spanjaarden, soms in naam van Willem van Oranje. Ja, voor de een zijn het vrijheidsstrijders of kapers, voor de ander zijn het zeerovers of terroristen. Daar kun je ook van mening verschillen. Dat geldt voor wel meer vechtende groepen. Dit is wat ik over Ameland heb kunnen vinden. En het ziet nog wel geweld daar uit, als ik het zo mag stellen. Dit zijn toch dingen die op redelijk betrouwbare primaire bronnen zijn gebaseerd. Dus meneer De Meij heeft echt een gigantisch goed boek over de watergeuzen geschreven. Er was nog heel veel over geschreven voor die tijd. Dat is een stand uit 1972. Maar het was bijna helemaal gebaseerd op primaire bronnen. Ameland was natuurlijk niet zijn primaire onderwerp. Het primaire onderwerp waren de watergeuzen. En hij heeft dus ook over de watergeuzenactiviteiten in Zeeland, in Holland en heel veel andere gebieden. En over de algemene achtergrond ervan. Maar dit is wat ik dus vinden over Ameland. Ik heb heel wat gelezen vaak over bijvoorbeeld de kerk van Holm, de grote kerk van Holm, die was er toen ook al. Daar is dus een beeldenstroom geweest, want die waterkeuzen waren toen ook allemaal protestanten. En het schijnt een soort dat het gewoon klussen zijn geweest, want naar alle waarschijnlijkheid is dus de zuidgevel van de kerk toen flink beschadigd of zelfs misschien wel verwoest. Dat weet ik niet helemaal zeker. Er zijn nog steeds geen betrouwbare primaire bronnen over bekend. Maar dat is een van de vele dingen die dus zijn gebeurd. Wat ze vaak deden was het gijzelen van vooraanstaande burgers. En zoals u ziet, blijkbaar waren die ook op Ameland te vinden. Wat ik allemaal niet weet, dat is van een uitdaging om daar eens een keer uit te zoeken, is van waren het dan vooral de katholieke burgers of katholieke priesters of monniken die ze gijzeld hebben voor het losgeld. Lijkt voor de hand te liggen, maar dat heb ik dus niet uit de gegevens kunnen halen of dat ook zo is. Een watergeus
was een Hameland zelf. Dat is ook niet zo verwonderlijk natuurlijk, want als de watergeuzen ergens aan land gingen om te gaan roven of om te gaan gijzelen, dan is het natuurlijk voor de hand dat het initiatief genomen wordt door iemand die de persoonlijke plek natuurlijk goed kent. Heb je weet waar buiten te halen is, of heb je weet waar vooraanstaande burgers zich waarschijnlijk ophouden, zodat je de meeste kans op succes hebt. Want laten we eerlijk zijn, de oorlog tussen de watergeuzen en de Spanjaarden werden dus geen gevangenen gemaakt. Behalve dan voor het volgende vraag. Marteling dus, dus om informatie te krijgen. Een van hun grootste vijanden was Caspar Hierobes, een nobelman in het noorden van Nederland, of tegenwoordig Nederland. Die heeft ook wat van die watergeuzen gevangen genomen en laten executeren. En op een gegeven moment heeft hij er een hele hoop op Ameland aangetroffen. Die volgens de bronnen slaperig en dronken waren. Komt ze zijn dus voor zover ze nog leven, zijn ze een paar dagen later onthoofd. Ook drie Amerikaanse geld van 900 daalders, zoals een heleboel geld, kan ik vertellen. Ik heb inmiddels nog een die hier niet staat. Watergeus Entens in 1576 schijnt ze ook op Ameland te zijn geweest. En toen kwam er een tegenaanval van de Spanjaarden. En volgens primaire bronnen zou hij in blote boksen heel veel moeten vluchten. Dus dat is dan wel gelukt, maar op het nippertje. Goed, nou, nogmaals. En iets heel moois natuurlijk. Strategisch belang van wat de eilanden was wel interessant. In herfst 1569 hebben ze een hele hoop graanschepen onderschept. Graanschepen uit het Oostzeegebied. Die kwamen elk jaar in de herfst om de gebrek aan graan in Holland en Friesland compenseren. Ja, ze namen die schepen in beslag. En hoe je die natuur en uiteindelijk hebben de eigenaren met hulp van de kopers het spul al gekregen, maar ze moesten daar natuurlijk meer voor betalen. Zo ging het niet in die tijd. Oké, volgende. Ja. Nou, dus ik zei dus van dus die kerk in Holland is dus toen ernstig beschadigd. Toen was nog steeds een katholiek, toen nog steeds in de kerk zijn geweest. Niet lang meer. In 1580 werden in Friesland alle katholieke bezittingen geconfiskeerd. Bijvoorbeeld Schiermonnikoog, het grijze Holland-eiland, het eiland van de Cisterciënzers. Dat was heel of grotendeels in hun handen. En het werd in beslag genomen door de Friese Staten. Ze dachten dat ze ook wel eventjes de bezittingen van het klooster Vorstelijk op Ameland in hun bezit konden nemen. Dat is niet gelukt. De Kamminga's, ik laat van zijde, de Kamminga's deden dat. De Friese Staten waren in alle staten letterlijk. Ze protesteerden wel, maar ze konden er niet veel tegen doen. Ze wilden er niet veel tegen doen. Zullen geen militair geweld gebruiken, blijkbaar. En ja, de familie Kamminga kreeg dus natuurlijk ook dat gedeelte van het eiland ook in handen. Met bijbehorende strandrechten, bijbehorende visserijrechten en de bijbehorende jacht op konijnen en andere beesten. Dat hoort daar dus allemaal bij. En dat was dus toen van hen. Dus toen begon het al te lijken alsof Ameland een soort onafhankelijk staatje was, wat zich niet wilde onderwerpen aan de staat van Friesland. En of de staat van Friesland blijkbaar ook niet in staat achter om het eiland maar even te gaan veroveren. Ja, met grof geweld, niet zeggen dat zou natuurlijk wel gelukt zijn. Dat wil je, zo'n klein eiland in Ameland. Maar ja, de soldaten moeten elders ingezet worden. En het is er op een of andere reden dus niet van gekomen. En voor de familie
Vaminga Pot, gewoon eigenlijk een beetje het motto: wie niet sterk is, moet slim zijn. Slim gebruik maken van de vijandschap tussen de Friesen en Hollanders en de Spanjaarden. En het heeft alles schijn van dat ze daar goed in zijn geslaagd. Hier staan een paar jaartallen waarin Ameland min of meer dus neutraal is verklaard door toch wel machtige personen. Dat is de Spaanse koning Philips II. Het landvoogd echtpaar Albertus en Isabella, en daar dus de landvoogden van de Spaanse Nederlanden, en met als hoofdzetel in Brussel zaten. En liefst hadden ze natuurlijk, dat was dus de Nederlanden, dat zou dus alles wat tegenwoordig België en Nederland is, bijna alles. Maar die noordelijke Nederlanden hadden zich natuurlijk, die waren natuurlijk al in opstand gekomen. Maar nog steeds waren ze dus een landvoogd voor de rest. En ook die hebben Ameland neutraal verklaard. Dat zullen ze gedaan hebben, omdat ze wisten dat de belangen van de katholieke Amelanders in goede handen waren. Anders zouden ze precies niet gedaan hebben. Schijnt rond 1610 een katholieke priester van het eiland te zijn verwijderd. Ja, want natuurlijk overal in de noordelijke Nederlanden werden natuurlijk de katholieken gediscrimineerd. Dat was niet bijzonders. Maar op een gegeven moment, een paar jaar later, schijnen dus de Amelandse heersers het wat voorzichtig te hebben aangepakt. Er zit er zelfs een jezuïet, die goed bevriend was met Albertus en Isabella in Brussel, die is overgekomen. En is een paar keer op het eiland geweest, tenminste twee keer. Bij de tweede keer was de machthebber een zekere Pieter van Kamminga. En die zou een katholieke vrouw gehad hebben. En die zou ook katholiek een goed gezin zijn geweest. En daardoor waren dus de Spaanse autoriteiten bereid om het eiland neutraal te verklaren. En waren ze ook bereid om geen overval te doen op de schepen van de Amelanders. Dat weet natuurlijk nooit hoe zoiets controleerbaar was. Maar dit zijn toch de zaken die toch echt wel gebeurd moeten zijn. Ja, die documenten zijn natuurlijk wel bekend, maar natuurlijk minder goed is bij te houden van hoeveel schepen waren nou precies van de Amelanders. Ja, dus zowel van de doodsgezinden als heel vormen als de katholieken. Hoe vaak werden ze overvallen? Ja, dat weet ik allemaal niet precies. Maar het zijn ook zaken die gebeurd moeten zijn. Er schijnt een soort opstand te zijn geweest rond 1619, 1620. Althans, dat lees ik in een van de boeken van Jan Bakker. Ik weet niet precies waar het niet meer om vandaan komt. Het schijnt ook dat de Kamminga's toen iets te hard bewind hebben gevoerd. Naar al te hoge belastingen heffen. Of al te zeer op belastingen heffen. Dus op stampjutten of op jagen of op visserij. Daarvoor schijnt staat-generaal toch een keer te interveneren te hebben. Ik zou graag daar eens een keer een primaire bron over willen hebben. Hoe het dan precies gegaan is, want dan lijkt het erop dat het op eigenlijk niet helemaal onafhankelijk was. Maar ja, dat schijnt dan toch min of meer gebeurd te zijn. En op een gegeven moment zijn er dan wat eerlijkere statistieken gekomen. Maar om het dus de machthebbers van het eiland vragen, maar het gaat nog steeds de familie Kamminga. Ja, dat was een Amelandse tak van die familie. Die trouwens niet alleen op Ameland zaten, maar ook in grote andere delen van wat tegenwoordig Friesland noemen. En ze hebben een Kamminga-huis in Leeuwarden. Volgende. Ja, een van de volgens de historici beste diplomatieke. De diplomatie, het uitspelen van de Hollanders en de Friesen enerzijds tegen de Spanjaarden anderzijds. Degene die daar het beste in geslaagd schijnt te zijn, dat zou Pieter III, Kamminga van Kamminga zijn geweest.
Hij had wat familieleden die een beetje jaloers waren op zijn bezit, onder zijn zussen. Die hadden eigenlijk ook wel een kraantje meedikken van zijn rijkdom van aanbeland. Een van zijn zwagers wilde het eigenlijk ook wel graag hebben. En die schijnt het zelfs officieel in leen te zijn, of heeft zelfs nog niet officieel in leen gekregen van de Duitse keizer. Je moet dus denken dat de toen nog ontwikkelende Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, dat was dus dat onder een onafhankelijk staatje te worden. Heel vreemd eigenlijk, omdat daar was dus een afscheiding van de Spaanse Nederlanden. Dus het is de noordelijke gedeelte. En omdat de aantal generaties eerder, was de toenmalige Duitse keizer, Karel V, die was ook koning van Spanje en die was ook heer van de meeste Nederlanden, van de meeste provincies die we tegenwoordig Nederland wel noemen. En ja, dat werd nu nog meer onafhankelijk staatje. Dat werd erkend in Engeland, dat werd ook erkend in Frankrijk, dat werd ook erkend in diverse Duitse staatjes. En, maar formeel was het nog steeds een onderdeel van het Duitse keizerrijk. Of eigenlijk heette dat dan het Roomse Rijk, het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie, zo heet dat officieel. Dat moet ik dit wel voorstellen. Want de keizer had eigenlijk alleen maar macht daar op dit gedeelte waar hij ook echt zelf leenman en leenheer was. Dat is ongeveer wat tegenwoordig Oostenrijk en Tsjechië heet. Maar formeel had hij dus heel Duitsland, Nederland en een groot deel van wat tegenwoordig België noemen, in handen. En daar hoorde dan Ameland van eigenlijk dus dan weer wel bij. Want Republiek, want de Zeven Verenigde Nederlanden begon al steeds meer een onafhankelijk landje te worden. Interessant is dat hij in een juridische strijd met zijn zwager kreeg hij steun van de Hollanders en de Friezen. Die waren natuurlijk teleurgesteld dat hij niet meevocht tegen de Spanjaarden, maar we dachten bij die Hollandse en de Friese moeten gedacht hebben, nou, we hebben liever dat die koning aan zijn lijf zit, dan dat er plotseling een of andere rare kerel uit Duitsland daar op Ameland gaat zitten. En die misschien wel heel goed een gedrag sluit met de Spanjaarden. Dus dan laten we het maar alsjeblieft maar zo houden. En dus uiteindelijk is al die rechtelijke procedures zijn nog niks uitgelopen. Nou, 1648 dan, toen kon de stad niet langer spelen, zou je zeggen. Want toen sloten dus de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en Spanje die sloten vrede. Maar behoefte aan Friesland of Friesland of Holland om Ameland te gaan bezetten of te veroveren, dat was er niet. Maar nee, integendeel. Ze dachten allemaal van de oorlog is voorbij, dus we kunnen de vloot en de leger kunnen we afdanken. Dat scheelde hem ook zitten. Toen ze spijt van hebben gekregen, want kort daarna was er alweer een nieuwe oorlog, deze keer met Engeland. Wat toen werd geregeerd, niet door een koning, maar bij wijze van uitzondering door een dictator. Dictator Cromwell, Oliver Cromwell. En ja, dat is dan een begin van de nieuwe onafhankelijkheidsverklaring van Ameland geweest. Er werden twee mannetjes van Ameland die werden naar Londen gestuurd om aan meneer Cromwell duidelijk te maken. Wij horen helemaal niet op Friesland, wij horen helemaal niet op de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Wij zijn onafhankelijk en wij zijn willen graag neutraal blijven in de oorlog. En we willen graag dat Engelse kapers niet onze schepen gaan kapen. En ja, het mag vreemd weten dat Cromwell deze persoon echt heel officieel als diplomaat heeft ontvangen. En ook heel officieel dat heeft erkend. En het document waarin het staat, dat is nu ergens in een rijksarchief.
in Den Haag. Ja, zeer vreemd. Hij heeft het pas getekend ergens in het begin van 1654. Later dat jaar was er vrede tussen de Republiek en Engeland. Dus hoeveel profijt de aanbelanders nog van had hebben, is niet helemaal duidelijk. Hoeveel of er ook daadwerkelijk voor die tijd veel aanbelandse schepen zijn gekaapt door de Engelsen. Daar hebben we helaas geen documenten over. Dat is moeilijk om dat te achterhalen, helaas. Moet je ook afvragen van, hebben de Friesen of de Hollanders misbruik gemaakt van de Amelandse vlag, door die vlag te gaan varen, om op die manier te voorkomen dat het schip wordt gekaapt. Het is ook een vraag natuurlijk op alle Engelse kapiteins die de vlag van Ameland wel kennen. Dat zijn allemaal dingen die we niet weten. Misschien dat nog eens een keer een paar mensen hier daar het primaire documenten willen opzoeken om daar nog iets meer over te weten te komen. Dat zal waarschijnlijk niet lukken, want anders was het waarschijnlijk al gebeurd. Maar het blijft altijd leuk met dit soort geschiedenis dat er een hoop dingen onduidelijk blijven. Even een tussendoortje. Dan nu inderdaad even nog niet de volgende vraag. Ik wil eventjes deze onderzoek. Is er iemand in de zaal die deze vraag denkt te kunnen beantwoorden? Ameland was namelijk niet het enige gebiedje wat ze tegenwoordig gewoon zonder tegenspraak van Nederland behoort, maar wat in die tijd niet of maar zeer ten dele tot de Republiek behoorde. Ja. Ik ken er geloof ik eentje, de vrouw Stiefst van Thorn. Vrouw Stiefst van Thorn? Dat ligt in Brabant. Ja, zou het dus in Noord-Brabant, zullen we daarop vinden? Ergens op de grens van Niet-Zuid-Brabant met Limburg. Nou, dat moeten we nou even opzoeken. Deze zullen we opzoeken. Ik ken deze niet. Ik kan wel vertellen dat ze dus de Brabant, of tegenwoordig noemen we dat dan Noord-Brabant, die provincie hoort daar zeer beslist niet bij. Hè. Dat was namelijk een soort geconfiskeerd gebied. Het was een binnenquest, wat geen stemrecht had in de Staten-Generaal. Het was geen volwaardige provincie, het was zelfs buitenland. Dat wilden de Hollanders en de Friesen natuurlijk, en dat betrekt eigenlijk natuurlijk niet, omdat het volledig katholiek was. Daarom is het dus, maar u zou, zoek op u gelijk even. Nee, ik heb een paar andere, ik heb nog een andere suggestie. Ja. Helemaal niemand? Het Land van Kuik, was dat ook? Land van Kuik? In ja, dat is ook Brabant. Een vlakbij de Maas. Hè. Dat wil zeggen dat het dus min of meer tot de Republiek zou hebben behoord. Want min of meer, maar niet meer min dan meer. Dat zou zo zijn. Meer min dan meer, maar. Helemaal niet. Of helemaal niet. Maar het was omringd dan door het gebied van de Republiek. En dat liep waar het pas. Ja. Nee, dat is ook nog eens wat te weten. Dat zou inderdaad kunnen, ja. Ik zie dat Zevenaar ook zoiets, ook zo'n soort gebiedje is. Dat was nog wel weer, maar dat hoorde dan tot het Koninkrijk Hannover, dus dat ging niet echt. Maar het beste voorbeeld, ik kom nu even de volgende sheet aan. Om even de ideeën van te relativeren, omdat het nog niet helemaal uniek was. De provincie Drenthe behoorde formeel niet tot de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Maar ze moesten 1% van de gemeenschappelijke inkomsten moesten opbrengen. Ze kregen geen stemrecht in de Staten-Generaal. Maar een goed voorbeeld is het niet echt. Een goed voorbeeld is het niet, want het stond wel onder de bescherming van de Republiek. En dat had wel belangrijke militaire betekenis. Een ander verschil met Ameland is dat er in Drenthe absoluut geen tolerantie was tegen de katholieken. Ook in 1700 nog wat hebben ze zelf besloten dat de katholieken niet meer in de provincie mochten overnachten.
zover kon gaan. In de andere provincies was ik in de discriminatie tegen een niet te minder ver hoor. Maar daar ging hij wel heel erg ver. Oh, ja. Maastricht is een klein, ook een redelijk voorbeeld, maar niet perfect. Maastricht was namelijk bezet door de troepen van de Republiek. Wat er omheen was allemaal Spanje, was een Spaans grondgebied of Luiks, grondgebied. Dat kwam doordat in 1648 bij de vredesonderhandelingen van Münster werd afgesproken dat alle gebieden die militair bezet waren door hetzij de ene partij, hetzij de andere partij, dat het zo zou blijven. En zo was het dus een eilandje in Maastricht. Wat formeel werd dan vanuit Den Haag geregeerd. Maar het gebieden van de katholieke eredienst was natuurlijk volkomen onmogelijk. Want iedereen kon in de post creëren op het grondgebied van Spanje of van Spaans-Nederland of van Luik staan. De doden werden begraven, dus dan dominee als een pastoor. Ja. Goed. Het beste voorbeeld is Vianen. Dat is het beste voorbeeld. Vianen hoort tegenwoordig dat de provincie Utrecht. Leden voor de boeren nog tot de gemeente, tot de provincie Zuid-Holland. Er staat een belangrijk kasteel van een adellijke familie. Ook toen al, in die tijd. En het had inderdaad een onafhankelijke status. En waarom? Gewoon omdat Holland en Utrecht het elkaar niet gunden. Eén kunnen het ander niet. Het gevolg was dat het dus een soort onafhankelijk dienstkaartje werd. Dat was ergens in de 19e eeuw dan formeel dan door Holland werd geannexeerd. Dus dat is in 1672, oorlog met Frankrijk. Toen heeft de heer Vianen zelfs nog een neutraliteitsverdrag met Lodewijk XIV gesloten. Ik heb het veel voorstellen natuurlijk. Maar op die manier liet ook dat de 14e wel weten van Hollanders, je kunt ook naar mijn vrede sluiten. Als je maar aan mijn voorwaarden voldoet. Nee, dat was een onafhankelijk dienstdaagje wat dus niet onder de gezag viel. Wat ook omsingeld was natuurlijk door Zuid-Holland Utrecht en Holland. Oké, dat is even. Volgende. In 1665-67 was er nog weer een oorlog in Engeland. Zover we weten heeft Ameland daar op geen enkele manier aan meegedaan. De Schelling wel, bepaalt niet het eigen wil. Er is een grote aanval van de Engelsen geweest, waarbij dat geheel het dorp Westerschelling is platgebrand. Het was hun bedoeling om Vlieland aan te vallen, maar doordat de wind ongunstig stond, werd het dan toch maar de Schelling. Het ging om belangrijke pakhuizen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Een van de redenen dat Ameland in Brunkers werd gelaten, zal niet zijn onafhankelijke status zijn geweest. Ook het feit dat het militair strategisch niet zo belangrijk was als de Schelling. Vlieland was nog belangrijker, militair strategisch. Texel was nog belangrijker. Dat was als de toegangspoort voor Amsterdam en tot de Zuiderzee. Dat was een van dus daarom was het dus een gewild doelwit. Maar het is inderdaad gebeurd. Het jaartal 1672. Als u een beetje de vaderlandse geschiedenis kent, dan weet u dat dat het zogenaamde rampjaar was. Waarin het maar een haatje had gescheeld of de Republiek de Zeven en de Nederlanden had opgehouden te bestaan. En opgedeeld door Engeland, Frankrijk en de bisschoppen van Münster en Keulen. In korte tijd werden we dus veroverd. Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel, Drenthe. En het hield allemaal maar net, dus Groningen, Friesland en Holland hielden maar op het net nippertje stand. Is uiteindelijk wel gelukt. Ook toen schijnt de toenmalige Duitse keizer nog eens goed te hebben gekeken van wie was in Ameland nou eigenlijk. Ja, hij had het op dat moment nog steeds vergund aan die meneer Zoom, dus die
hier is een sprake was geweest van de, een van de Annika's. Die is zo makkelijk dan zo weer overgedragen naar iemand anders. Maar die heeft ook dat moet ook toen toch eens eerst gekeken hebben van, misschien dat ik het toch dit, die Annika's weg moet en dat ik het moet gunnen aan iemand anders. En in dit jaar was natuurlijk wel een geschikt jaar daarvoor, want op dit moment was het natuurlijk een hele precaire, interessante militaire situatie, waardoor de Republiek in ieder geval heel lang werd verzwakt, misschien wel was ophouden te bestaan. En ja, dan kun je natuurlijk de resterende, wat er van over is, en niet in Brabant, kunnen dan gaan verdelen over mensen die het hier recht op denken te hebben. Maar goed, zover is dat eigenlijk niet gekomen. In de eigendomspapieren, eerst dus van een, afhankelijk van een zwager van Pieter de Kanninga, daarna weer van één of twee keer dragen, kwam uiteindelijk in handen van de graaf van Koenigsegg in Duitsland. En die man die kreeg toestemming van de Duitse keizer om met militair geweld Ameland te veroveren. Dat was de eerste keer dat ik een. Daar had je ook een compleet vlootje en legertje voor gemaakt. En het had dus zover kunnen komen. Zijn plannen lekte uit op Ameland. Wat op dat moment werd geregeerd door Riks van Donia. Dat was een weduwe van de ene laatste Kanninga. Die besloot meteen, zei meteen tegen alle Amelanders, zorg ervoor dat je een wapen en munitie hebt. Vroeg meteen aan de Leeuwarden, in Leeuwarden vroeg om militaire versterking van soldaten. Toen inderdaad is gekomen. En nu op dat moment was het toch alweer handig om vriendjes met Friesland te zijn. En de Friesen hadden natuurlijk liever dat het de Kanninga's zou blijven, maar dat het plotseling zomaar een Duitser met veel wapens op het eiland kwam te zitten. En uiteindelijk is het dan ook allemaal niet gebeurd. Het eiland bleef dus van de Kanninga's. Zij het dan dat dus de enige zoon van Riks die overleed in 1680. En dat was de laatste gewone Kanninga van de Amelandse tak van de Kanninga's. Zo overleed zelf een jaar later. En ja, toen werden dus haar erven ergens in Duitsland. Die werden toen de eigenaren, die het schijnlijk zich ook veilig over het eiland hebben. Ze zullen waarschijnlijk wel de rechten op de pachten en op de visserij zetten wel geïnd hebben. Maar meer deden ze er ook niet aan. En dan zijn we bij de volgende. En die familie uit Duitsland, die verkocht het op een gegeven moment aan de stadhouderlijke familie van Friesland. Om precies te zijn, niet aan de stadhouder, maar aan de vrouw van de stadhouder, de moeder van de stadhouder, uit prinses Henrietta Amalia van Anhalt-Dassau uit Duitsland. Die heeft toen het eiland verkocht voor veel geld. Ze was blijkbaar een echte zakenvrouw. Een inhalige zakenvrouw die ook flink geld aan wilde verdienen. Ze wilde van elk gestrand schip wilde ze de masten, de raams en de loeroeren. Dat is niet voor niks hoor, want die dingen waren gemaakt van hele kostbare houtsoorten. Die vaak hergebruikt konden worden. Dus dat was dus vandaar dat ze die dingen wilden hebben. En de rest van die houtgeschreven waren van iets minder kostbare houtsoorten gemaakt. Maar die dingen waren dus echt van heel kostbare houtsoorten gemaakt. Ze wilden maar liefst een derde van alle van de opbrengst van die strandgoederen. En ze wilden ook nog een derde dus geven aan de Amelanders die hadden geholpen om de zaak te bergen. Er zou dus maar een derde overblijven voor de scheepseigenaren van het schip en van de lading. Nou, daar was natuurlijk enorm veel protest tegen. Ook protest vanuit Holland natuurlijk, omdat heel vaak om Hollandse schepen ging. Het schijnt dat dus de staten van Holland toen veel, dat is toch heel opmerkelijk, hebben gedreigd om het eiland met militair geweld in te nemen, of in ieder geval troepen te zenden.
onder de motto van Eiland is nooit van Friesland geweest. Nou, misschien dat wij ook nog wel, bij Hollanders zullen we dat eigenlijk ook wel gewoon hebben. En blijkbaar ook geen protest vanuit de keizer van Duitsland. En dat kan ook wel kloppen. Want het was ten tijde van de zogenaamde Spaanse Successieoorlog. Waarin de Duitse keizer de Republiek dus de Nederlanden had als een belangrijke bondgenoot. En ook absoluut een commissie. En ook regelmatig subsidies of leningen die vanuit Holland werden, van Amsterdam werden verstrekt, ook hartstikke hard nodig had. Dus Colombia was op dat moment gewoon, de Republiek was diplomatiek machtig genoeg om met zoiets te dreigen. Nou, dus het is dan ook uiteindelijk niet zo ver gekomen. Prinses Amalia moest genoegen nemen, 1/10 van de opbrengsten van de gestrande goederen. Iets wat overigens die hele 18e eeuw dus, zo gebleven is. Dat is een latere geschrift die we zien, dat ook in 10% naar de stadhouder ging. Ja, en hier was dus eigenlijk, kun je zeggen, de onafhankelijke status van Ameland opgegeven. Feitelijk wel, juridisch niet helemaal. Juridisch, dat is eigenlijk heel grappig. Het was dus eigendom van de stadhouders van Friesland, waar onze huidige koning van afstamt. Het koningshuis stamt af van de Friese stadhouders. Niet van de Hollandse stadhouders, want die zijn in 1702 al uitgestorven. En dus was het eigenlijk juridisch gesproken nog steeds onafhankelijk. Nou, daar maakt zich niemand zin van, zorgen over. Maar ja, zo was dus de situatie. Nou, nog even een paar opmerkingen over de 18e eeuw. Ondertussen het eiland was nog steeds anders dan tegenwoordig. Wat ik al zei, van de oostelijke richting was het minder groot, de westelijke richting was wat groter. Er was nog een dorp Sier, ongeveer een kilometer of 4-5 van wat van tegenwoordig op Holland heeft gelegen. Dat is in die tijd dan van de bodem naar de bodem verdwenen, de zee verdwenen, volgende. Over het algemeen kunnen we zeggen dat in de 18e eeuw was een periode van economische achteruitgang. Dat geldt voor Ameland, dat geldt ook voor Holland, Friesland, voor de hele Republiek. Was een enorme toename van de wereldhandel, maar daarvan profiteerden de Engelsen en de Fransen veel meer dan de beide van profiteerden. Dat zou hier wel een rol hebben gespeeld. Langzaam maar zeker verdween de belangrijke midden- en topklasse van kapiteins en officieren van schepen, van koffiedijschepen. Omdat ze voor die tijd was het zo geweest dat ze eigenlijk alleen maar hoefden te werken zeg maar, van ongeveer van april tot en met oktober of november, oktober of zo. En dat ze in de winter thuis konden blijven. En genoeg geld hadden verdiend om in de winter in Ameland te zijn. Op een gegeven moment was het niet meer zo om genoeg geld te verdienen voor jezelf en je familie. Moest je ook in de winter gaan werken. Ja, meestal voor rederijen uit Holland, voor Amsterdam. En dan lag het voor de hand dat je ook met je hele familie dan maar naar Amsterdam verhuisde. En dat is ook toen op een grote schaal gebeurd. Er werd nog een graadje erger in 1780. Toen was de Vierde Engelse Oorlog. Toen werd het nog wel een graadje erger. Want de Engelsen lieten toen geen Nederlandse schepen meer uitvaren. Omdat dus de Britse Royal Navy niet veel machtiger was dan onze marine. Even hier, het is wel grappig. Ik heb in 1773 heb ik hier een atlasje gevonden. Een atlasje van zeker Jan Christian Sebbert Amsterdam. Daar wordt Ameland gewoon beschreven als een gedeelte van Friesland, net als Koninklijk Oog. Hoewel het formeel dus niet helemaal klopt. Het grappige is dat hier het slot, dat noemen ze hier
kan nog gaan, die kwam in, en we doen het met een K en een zonder een M. Ja, dat is dus formeel niet helemaal nauwkeurig. Het landkaartje is ook niet erg nauwkeurig. Ik weet niet precies hoe daar nu toen uitzag. Maar er staat, de Oostkust zou maar 3 kilometer naar oosten van Nes hebben gelegen. Nou, het was in oostelijke richting minder ver dan tegenwoordig, maar wel meer dan 3 kilometer. Bovendien wordt het dorpje Buren helemaal niet genoemd, dat bestond toen al wel degelijk. Maar het bestond toen al wel degelijk. Het 1786 is nog een beroemd document dat je heel vaak terugziet in diverse boeken. Waarin wordt gezegd dat Amelands zeelieden erg populair zijn in Amsterdam, omdat ze zoveel ervaring hebben. Het voor de Amsterdamse rederijen voeren. Dat klopt natuurlijk allemaal wel. Er staat ook in, dat is wel heel grappig, dat er maar heel weinig Amelanders naar de Oost gingen, naar Oost-Indië gingen. En als ze gingen, dan moest dat als een soort straf zijn beschouwd van mensen die te veel onrust hadden veroorzaakt en die zich maar uit de voeten moesten maken en daarom het schip naar Oost-Indië moesten nemen. Kan dat kloppen? Ik denk het wel. Want werken voor de Oost-Indische Compagnie, dat deed je liever niet. Want dat was een van de slechtste werkgevers die je kunt voorstellen. En zelfs officieren, dat was iets beter. Maar ook je kon beter als je een ervaren zeeman was, dan kon je beter gaan varen op West-Indië of op het Oostzeegebied of op het Europese wateren. Dat je meer kans om op tijd terug te komen thuis en levend terug te komen. De bemanningsleden, de matrozen en de soldaten voor de Verenigde Oosten Compagnie waren bijna altijd buitenlanders, arme buitenlanders. In over het 18e eeuw waren er misschien iets meer Nederlanders die het dat moesten doen als ze geen keuze hadden. Maar en zo was het de zaak dus inderdaad wel. Dus dat klopt wel vrij aardig wat daar staat. Op Texel, dat is veel dichter waar de vloot altijd vandaan, vandaan staat. Ook daar waren maar heel weinig eilanders die in een lage rang voor de VOC, voor de Verenigde Compagnie, wilden werken. Omdat ze gewoon wisten dat dit een uitgebreid deed en dat het hele slechte werkgever was. En heel weinig kans had om levend terug te komen. Nou, 1795, ja, toen werd de plotseling weer actueel. De politieke situatie van Ameland. Want de stadhouder die vluchtte. Dus de republiek die werd opgeheven. Die werd militair onder de voet gelopen door de Fransen. En de stadhouder die vluchtte. Al zijn bezittingen werden in beslag genomen. Ja, en toen bleek dus opeens als we het goed bekijken, mag er wel privé eigendom van de stadhouder zijn geweest. Maar eigenlijk is het nog steeds onafhankelijk. Nou, dat moest dan iets aan gedaan worden. En pas in 1801 is dan de formele het eiland Corneo geannexeerd door Friesland. Maar als je bijvoorbeeld. Ik weet niet, een van de leukste primaire bronnen uit die tijd is het dagboek van Pieter Cornelis Zorgdrager, de doodsgezinde dominee van Holland. Dat heb ik ook in de boekenplank staan, ik weet het misschien ook wel, een heel boekje is dat. dat begint in 1780 en het eindigt rond 1820. Al ver voor 1795. Beschouwde hij zichzelf als een Fries, kun je echt wel lezen. En als hij dan beschrijft wat het dus in 1795, 96, nu hier is gebeurd, dan denkt hij bij zichzelf van op, maak er zich hier druk over. Nou, dat is wel leuk als je dat dan zo leest. Hij werd in 1796, mocht hij stemmen voor het eerste echte Nederlandse parlement. Alle vooraanstaande mannelijke burgers die mochten dat. En daar hoorde een dominee uiteraard ook bij. En op dat stemmen, ik heb dat stemmen, het staat in dat boek afgedrukt. En daar staat hij gewoon als burger van Friesland, met een V.
Dus ja, in feite was het toen al lang Friesland, maar voor mij was het pas in 1801 gebeurd. Nou, dit was mijn toespraak voor het eerste helft. Wat hierbij later verloopt. Ik heb hier nog voor de mensen, dus kijk rustig, dit zijn de